groot zijn de kans dat de haringen die straks binnenkomen, namelijk vanaf de 23, kan dat ook nog later worden eigenlijk of niet? Nou ja, dat uiteindelijk. Zij weten wel dat inderdaad het gaat per dag groeit het x. En dat kunnen ze nu wel berekenen. Ja. Maar het is lastig om een jaar van tevoren te zeggen van hey, ja, deze datum. Maar 23 staat wel vast. Dat staat nu wel vast. Ja. En hoe groot is nou de kans dat de nieuwe vangst lekkerder of minder lekker misschien is dan die van vorig jaar? Want vorig jaar was een uitzonderlijk goed jaar. Zeker. Ja, dat ligt dus echt aan het vetpercentage. En nu ben je bezig met het minimum halen. Dus dat zou automatisch wat minder vet zijn dan wat het vorig jaar was. Dat was gewoon kassa vorig jaar. Juist. Volgens mij begint de massage. Ja, ik ben klaar. De kop geraakt zijn natuurlijk uit. Dat is één onderdeel van het nieuwe snijden. En ik ga hem nu masseren. En eigenlijk kraak ik daarmee de eiwitmoleculen kapot, waardoor er extra vetten vrijkomen die extra zorgen voor een romige en malse smaak. Dus het is eigenlijk heel simpel. Je kan het ook heel snel en efficiënt doen. Dit is het. Dus, oh, zo kort. Ja, het is eigenlijk, ja, het moet ook wel efficiënt. Weet je, haren snijden is vaak stukkloon, dus het moet wel snel. En wat is het effect van zo'n massage dan? Ja, dat die wat malser, zachter en romiger. Ja, dat de vetten dus vrijkomen, of niet? Nou, Daniel, of Daan heeft het geproefd. En ik kan misschien heel goed uitleggen wat het verschil is tussen het masseren en het niet masseren. Ja, er zit sowieso tussen verschillende haringen, ze zijn allemaal verschillend, zit ook een verschil in hoe die textuur is. Dus sommige zijn best wel stevig en sommige zijn wat malser van zichzelf. En als je een stevige haring masseert, dan het is best een fragiel visje. Dus daar hoef je geen kracht op te zetten, maar dan kan je hem weer mals krijgen op die manier.